Bijen, je griezelt ervan of je houdt ervan. Zondag was het de landelijke open imkerijdag. Op veel plaatsen in het land stellen imkers dan hun bijenhal open voor het publiek. Bij de schaapskooi was dat het geval door Bijenrijstad, de samenwerkende imkers van Meijerijstad. En dat alles om het publiek meer bekend te maken met het bijenvolk. In eerste instantie zie je veel mensen die binnenkomen, die zijn een beetje huiverig. Dan denken we, die dingen die steken. Dat doen ze ook wel, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Maar in veel gevallen is dat het gevolg van de onrust die het bij mensen veroorzaakt. En als ik onrustig ben, dan worden die bijen ook onrustig en dan gaan ze dus juist steken. En verder zijn het best aardige beestjes als je er goed mee omgaat. Goed zorgen voor het bijenvolk dus. Volgens Van den Oever, zelf imker, is imker zijn een vak apart met veel facetten. Je bent met de natuur bezig, maar dat niet alleen. Ten eerste moet je dus inderdaad van die beestjes houden. Dat leer je gaandeweg. Maar uiteindelijk gaat het erover dat elke keer, elk jaar, het weer anders is wat er gebeurt. De ene keer heb je een kast die goed de winter doorgekomen is en die is in het voorjaar helemaal niks. En volgend jaar heb je er een en die is juist heel goed. Bezoekers konden niet alleen de bijenkasten binnenlopen, er waren ook demonstraties van honingslingeren en korrevlechten. Dat laatste lijkt op breien. Als je kunt breien, dat wil nog niet zeggen dat je mooi kunt breien. Dus breien is ook een kwestie van blijven oefenen. Dat is een bepaalde steek die je moet leren en dan gaat het. Maar de steek op zich is al heel oud, want de Egyptenaren die voeren met papyrusboten van de Nijl af. En dan zien ze dezelfde techniek eigenlijk. Dus het is niet iets nieuws wat wij bedacht hebben. En dan het product honing. Het is niet vreemd dat imkers honing van een plaatselijke imker aanbevelen. Het zou helpen tegen verschillende kwalen. Als je regelmatig de honing uit je omgeving eet, als je hooikoorts hebt, dan bouw je gaandeweg weerstand op tegen die hooikoorts. En dat is een bewezen feit. En dan uiteindelijk kun je met die hooikoorts heel gemakkelijk omgaan. Dan ben je er ongeveer vanaf. Het voordeel van honing is, als je honing eet, heb je een hele goede spijsvertering. Honing zorgt ervoor dat je dus wordt opgenomen in bloed en dat wordt omgezet in spierkracht. En het bouwt heel veel weerstand op tegen virus en tegen griepsoorten. Dat is het voordeel van honing. En toeval of niet, bezoekers konden zelf aanschouwen hoe zich zondagochtend een nieuw bijenvolk vormde. In die boomstam werd het te druk. En de koningin die heeft een seintje gegeven van jullie moeten nieuwe koningin aanmaken. En dat is een heel verhaal daarachter. Die koningin die zegt mijn opvolging is geregeld, ik ga vertrekken. En dat is wat hier vanmorgen gebeurd is. En wij hebben die zwerm dus mooi in die korf geschept. En die zit daar nou en als het goed is moeten ze vanavond er allemaal in zitten. Als het wat donkerder wordt. En dan kunnen we hem gewoon in de hal of in een kast gooien. Of in dit geval doen we dat in een hangkorf.